In deze laatste, dit was het nieuws. Voor de verkiezingen aandacht voor de minder bekende standpunten van verschillende partijen in de ronde per stemwijzer. Jullie krijgen standpunten uit de verkiezingsprogramma's van een aantal politieke partijen te zien. Handen bij de knop. Welke partij vindt dit? De politie moet racistenlokkers inzetten. Ons. Denk ik. Of bij één. Of bij één, maar die staan niet op de kaart. Of... Ik dacht PVV, maar... Nee. Dit zit helemaal aan de gekke linkerkant natuurlijk, hè. Vind ik ook een mooie theorie. Laten we kijken, wie vindt dit? Ja, stem denk. Ja, goed. Ja. Racistenlokkers. Onderwijsvernieuwing, nee. Onderwijsveroudering, ja. Ja. Ja, dit moet een conservatief-christelijke partij zijn. Dus ChristenUnie of CDA. Maar je moet kiezen. Ja, ChristenUnie. Mm-hmm. En? 50+. 50+, tuurlijk. Een soort eengezinde 50+. Nou, wie vindt dit eigenlijk in zijn programma? Oh, echt waar? Ja, in de categorie vroeger was alles beter. Gewoon weer aapnoodmies en geen zelfwerken. Gewoon doen. Aapnoodmies, schaken. Oh, nee, mooi niet. Aapnoodmies, Wimsejet, Teunvuurgrijs, Lamkees, Bok, Weide, Douchehok, Duif, Schapen. Ook een mooie. Reclames voor Second Love moeten worden verboden. Nee, dit is Dion Graus. Nee. Dat kan niet anders. Ja. Ja, nee, dat is sowieso goed. Ja? Ik denk jullie ook. Of SGP, want het wordt hem wel iets te heet onder de voeten, denk ik. Hè? Hij krijgt het iets te vaak in zijn mailbox, denk ik. Kees van der Staaij. Ja, wie zou dit gevonden hebben? Kijk, ja, SGP. Heel goed. Gratis schoolfruit. Wie doet dat? Katrien, gratis schoolfruit. Dat is echt Jesse Klaver, hè? Of SP. Hè? Of SP. Nee, dat is Jesse Klaver is dat. Dat is de Steiner School. Zelf groentjes meenemen. Laat maar kijken. CDA. CDA? Maar Schons, jij weet dit, dus jij mag niet meedoen. Oh, ik mag wel. Nee, oké. Nou, laat maar kijken of hij het weet. Wie vindt dit? Ja hoor, GroenLinks. Ja, waar ben je mee bezig, Fons? Nou, dat kan niet terug. Nou, komt er gewoon nog één. Is ook heel mooi. We bouwen een gloednieuwe stad in Nederland. 150.000 inwoners, Jan-Jaap. Ja, dat is die partij van Joost Eertmans. En hoe heet die? Oh ja. Nu 21 of niet? Ja, 21. Ja, 21. Ik vind ook zo mooi, ze zeggen, wij zijn voor de kiezer die twijfelt tussen PVV of Forum voor Democratie. Dus zij zijn eigenlijk het antwoord op de vraag, wil je minder Marokkanen of minder Joden? Dan moet je voor ja 21 gaan. Ja, 21. Joost en Annabel. Ja, precies. En die hebben ja 21. Ja, laat maar kijken of dat goed is. Ja, helemaal goed. En ze hebben het logo van de CNA gejat, of niet? Overgekocht. Overgekocht. Ja, ongelooflijk, zeg. Maar hebben ze ook dat Palomino-kaart, hebben ze dat dan ook overgenomen? Oh. Dat zou toch leuk zijn? Oud ben jij, dat weet ik niet. Dat Joost daar iedere dag even op gaat zitten om dit soort ideeën te bedenken. Dat je dat soort dingen nog weet, man. Ja, maar, dus er moet een stad komen met 150.000 inwoners. Ja, dat is op zich best een leuk idee, natuurlijk. Maar waar dan? Hè? Nou, in de plaats van Almere. Toch? Ja, want we hebben tenslotte grondtekort. We hebben er nog één. Partijlidmaatschappen van NPO-presentatoren openbaar maken. Ja, Thierry? Ja? Leuk, man. Denken jullie? Dat is voor een democratie. Ik vind dat goed voorstel moeten we ook doen. En dan zou je erachter komen dat niemand een partijlidmaatschap heeft, volgens mij. Heb jij een partijlidmaatschap? Nee. Nee, al heel jij, Harm? Jaar niet meer. Jij wel? Oh, van je moeder gekregen waarschijnlijk, hè? Ik plaats van een ijsje. Hier. Ga dit maar aan je vriend laten zien. Hier kan je ook al likken. Een partijkaart van de Partij van de Arbeid. Goed door, Harm. Het was wel... het is zeker niet onze man. Maar ik vond hem eigenlijk best geestig bij dat filmpje met Emma Worteboer. Wat ik een onwijs leuk getalenteerde televisiemaker vind. Maar het eerste over die kleffe broodjescultuur was ik het helemaal mee eens. Ja. En dat hij op een gegeven moment zegt, ik vind dit zo debiel, was ik het ook mee eens. Alleen dat hij zegt, ja, dit is typisch NPO, dat is natuurlijk gewoon gelul. Want dit gebeurt bij elke zender. Ja, en hadden jullie het goed? Laat maar even kijken. Ja. Ja hoor. Hij begint steeds meer op Dolf uit Alfredje Dokus Kwak te lijken. Nou. Yes. Nee, en dat bedoel ik niet wat Dolf indiceert, maar letterlijk. Het was goed. Volgens Forum voor Democratie moeten bestuurders, netmanagers en presentatoren van de publieke omroep zeggen van welke partij ze lid zijn. Ik denk dat Thierry gewoon wil weten wat ik echt van het Forum vind.
Nou, Tjer, dat heb ik in januari bij Op 1 al eens uiterst subtiel laten merken. Als je goed oplet, dan zie je het. We zijn eigenlijk gegroeid netto. Een fantastisch verkiezingsprogramma, 50 kandidaten. Nou, kritiek is nooit iets geweest wat ik een probleem heb gevonden... of wat binnen onze gelederen een probleem... Dat denk ik, is natuurlijk een hele, hele naar... Maar die tolerantie die ik heb gezocht... De titel kan enige andere associaties wekken. Ja. Van de ene op de andere dag, zonder erover na te denken. Dus daarom heb ik een wat andere term. Dus... Die beste man had goud in handen, maar dat is helemaal verkwanseld. Vind ik wel het beste nieuws tot nu toe, eigenlijk. Ja, ja. Jij zegt het. Lig je daar nog wel eens wakker Democratie. Van? Tot zover per stemwijzer. Ah, je zit nog steeds te kijken. Ik snap zelf geen reet van YouTube, maar schijnbaar kan je een abonnement afsluiten. Geen idee wat de kosten zijn en je kan je duim opsturen.